De Stokerij Schiedam is terug met een nieuwe voorstelling. In OH Jaio Hoezo 2 Soulfood hoort u verhalen van nieuwe Schiedammers met een migrantenachtergrond en oude Schiedammers met hun wortels in of net buiten Schiedam. De voorstelling werd gespeeld in de Graven Aleida Christelijke Basisschool. My biggest dream was to become a singer. And since then I have been trying to achieve this dream and I could see the criticisms all over the places, especially against the female ones. بس بين قوسين يعني انه ما مش جرى شيء اسمه موهبه بعدين ورا شهرين. In my country, I used to work as an international TV correspondent, and during the battle against ISIS, the militias have been chasing me down because they were thinking that I have been brainwashed because I have been working with the foreigners. So that's why it was a bit of a problem for me to speak in English and walk around in the country. And now you're in Holland. How are the people to you? Very friendly, honestly. I have been in Netherlands because the process of my permit started at 2015. And I had to wait about 2.5 years to get the permit and allow my family to be here. But since I came here until this very moment, I had no problem at all. And the treatment of the people was very friendly and very kind. I feel free, of course, and the safety is the most important part of the life, and I can feel it in here also. Yeah. And then in Without a Year, you are an actor and standing on the stage. How was that? It was a very good experience. I have done such a things in the AZC during my presence in the AZC also, and I find myself in these things, and it's very good to share very good moments and very happy moments of your life with the other people, and especially when the audience or the other people are really accepting these jokes and these moments, and they are evaluating them in a very good manner. كنت كلش فرحانة لأن كانت أكو عالم تسمعني وكانت ما أدري بس حسيت إنه كنت سعيدة هون. Staying in Holland. تبقين أنت هنا بهولندا؟ أكيد. For sure. Mama, ja, stop even met spelen. Hè. Goed recht staan, hè? Je weet. Lekker mama, gewoon recht staan. Goed de warmjes laten hangen. Allee, schoudertjes achteruit. Allee. Ja, zo ja. Goed recht staan. En dan draaien. Heel voorzichtig draaien. Ja. Ik kom uit België, ik kom uit Antwerpen, ik ben daar geboren. En op een of andere bizarre manier ben ik geland in Schiedam. En uw verhaal is heel anders, het afscheid van uw moeder eigenlijk. Ja. Dat moet je dan toch weer een beetje gaan verwerken, denk ik. Ja, het is al wel weer even geleden, maar niet zo ongelooflijk lang. 2013, november 2013, dus ja, het is niet echt heel lang. Ja, het komt wel weer boven, maar op een goede manier. Ik vind het ook wel een hele fijne manier om op die manier aan haar terug te denken. Het was ook heel bizar om te weten dat ze overlijdt op het moment dat ik met iets bezig ben wat zij altijd zo fijn vond en wat we ook gemeenschappelijk hadden. En ja, het geeft mij een beetje moed, want er is niemand om aan te vragen wat zal ik eens doen met deze pasnaad en hoe maak ik die zoom nou wat beter. Ja, er is niemand meer en ik moet het nu alleen doen. Dus het is ook een manier om haar te eren of zo. Ja, heel raar. Zo gezegd, zo gedaan. Wij verhuisden van Jozef Relio Singel naar Bovendun. Het is misschien 4 maanden later en ik zit buiten te kijken. Ik zeg, ma, ja, die zat aan de overkant voor het raam te kijken en ik aan de andere kant. Ik zeg, zie je nou dat hele mooie vrouwtje daar lopen met dat lange zwarte haar, korte rokje en dat spijkie jekje op. Ja, dat zie ik. Ik zeg, ma, die wordt mijn. Twee hele verschillende verhalen. Echt je jeugd door, je jeugdliefde die weer terugkwam. Ervaar je dat dan ook weer helemaal? Ik denk het wel, ja. Vanaf het begin dat ik het bij me gaan oefenen ermee, merkte ik dat weer. Want dit is echt helemaal zwaar gebeurd. Alleen ik had er nog leukere dingen bij zitten, maar dat heb ik me niet verteld. Je kon er niet door de censuur? Nee, die kon er wel door de censuur, maar dan werd het te lang. Oké. Nou, was dit de première? Vertel nou eens, waarom moeten de mensen als ze dit zien allemaal komen kijken naar de voorstellingen die komen? Als ze niet komen, wat missen ze dan? Een heleboel. Leuke verhalen van leuke Schiedammers en leuke buitenstaanders. Daarvoor is het zo leuk om dat te doen. Om ook door Anna en Koen en wat Jorik gedaan hebben. Om dat op kaart te zetten. Want ik vind het echt leuk om te doen. Als ze de volgende keer zijn, dan mogen ze mij weer vragen. Mijn tante had gezegd,
Blijf uit de buurt van de kist. Maak hem niet open. Want stel je voor dat die Nen en Lou je ging grijpen. Nou, we lagen dan in bed en maakten elkaar ook nog eens extra bang. Niemand wilde aan de buitenkant liggen, want daar kwam misschien een hand in gegreep. Zwarte hand. Maar ja, door al die verhalen moest ik je ook verschrikkelijk naar de wc. En de wc was toch al niet zo fijn. Het ging over mijn jeugd, ja. Ja, we zijn heel erg opgevoed met verhalen en ik vond het leuk om ook een verhaal te vertellen aan Schiedammers. Het was een verhaal wat niet in Schiedam speelde? Nee, het speelde in Jutphaas, wat nu Nieuwegein heet, want daar woonde mijn oma toen. En daar gingen we heel vaak heen. Ben je daar geboren of ben je in Schiedam geboren? Of? Nee, ik ben in Den Haag geboren, maar ik woon in Schiedam al een aantal jaren. Tenminste, meedagen naar hier in de zaal, dat vind ik altijd fijn. Ja, genezen, toppie. Altijd. Nou vroeg ik me af, jullie zitten daar met z'n allen je verhaal te vertellen. Hoe is dat met de tekst gegaan? Die heb je helemaal zelf verzonnen. Het is je eigen verhaal natuurlijk. Maar is er wel iets op papier gezet of niet? Nee, in principe is er niks op papier gezet. We vertellen gewoon ons verhaal en we krijgen wat tips en tops van Anne en Koen en Jorik. En dat helpt heel erg om je verhaal een beetje duidelijk neer te zetten. Ja, want niet elk verhaal, zoals het verteld wordt in eerste instantie, is gelijk geschikt om op de bühne te doen. Nee, dus we hebben inderdaad daar een beetje mee geïmproviseerd en gekeken van, ja, wat is... Ze hebben gekeken wat zij geschikt vonden. En het zijn over het algemeen verhalen die bij iedereen wel uit het hart komen of die gewoon heel veel doen bij jezelf. Want dat is het leukste om te vertellen natuurlijk. Ja, je gaat alles weer opnieuw beleven. Ik praat echt over 50 jaar geleden. En het is wel heel leuk dat ik dat weer helemaal voor me ziet. En er komen steeds meer details terug. Dat is ook wel het leuke ervan, vind ik. En wat ook heel leuk is, is dat mensen uit het publiek ook verhalen beginnen te vertellen over het onderwerp waar ik dan over vertel. Ja, dat is echt heel grappig. Nou, het is wel spannend natuurlijk, want ik ben helemaal niet gewend om toneel te spelen. En je moet goed opletten dat je op het juiste moment opspringt om je verhaal te vertellen. Maar het is ook wel heel erg leuk, vind ik, om met deze groep samen te werken.